Hey Vriesel, Ronald hier. Heel veel mensen vragen zich af, zijn dieren klootzakken? Jullie denken waarschijnlijk, dieren zijn geen klootzakken. Wauw, ziet hier een schattig plaatje van een hond? Hij is niet schattig, het is een klootzak. Wauw, jullie zien hier een schattig plaatje van een kat? Die is ook niet schattig. En deze wasbeer hier is allesbehalve schattig. Zie jullie op dit moment wel kijken? Jullie denken zo van, waarom laat je dit al ons zien? Nou, we zitten vandaag op de Reddit page Animals Being Jerks. Dieren die klootzakken zijn, jongens. Er zijn hier namelijk verschillende soorten video's, plaatsen en gifs. Waar je ziet dat dieren klootzakken zijn. Wow! Maar mijn vraag is, houden jullie van beesten na deze video? Maar dan zijn we dan allemaal, jongens. We hebben hier verschillende soorten plaatjes. Heb je er zin in? Druk dan zeker weten op een duimpje omhoog. Daar supporten jullie mij super hard mee. En de allereerste post die we samen gaan bekijken heeft meer dan 688 likes. Oh shit. Wat een prachtige achtertuin. Met mooie witte muren. Waar zal dit naartoe leiden? Oh, kom op. Dit is schattig. Dit is best wel schattig. Maar dit houdt niet tegen. Dit houdt niet tegen. Want buiten zijn schattigheid om. Buiten zijn schattigheid om. Heeft hij een diepe gat gegraven en alle planten kapot gemaakt. Weet je hoe we dat noemen? Deze hond hier. Ja, deze. Is een close-up. Kikker 1, mens 0. Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe serie Dieren tegen Mensen. Winnen. Krijg eens zo te zien een video te zien. En daarbovenin zie je een kikker aan de muur. Ik moet toegeven, die kikker loopt te chillen. Maar hij kwam zonder toestemming het huis binnen. Klootzakken! Alsjeblieft niet dat ze die kikker gaan slaan, hè? Of gaan ze hem wegduwen? Wow! Oh, ik zou me echt kapot schrikken. Namelijk vaker van die video's. Zie je bijvoorbeeld een spin. En dan springt er in één keer een spin vol op jullie beeld in. Slechte jumpscare. Zou je toch kapot schrikken als in één keer een kikker op je afkomt springen? Een aantal kikkers zijn best wel klootzakken. Dit zal hier als eerste moeten worden geplaatst. Ik ben benieuwd wat we kunnen verwachten. Hij heeft meer dan 228 likes. Ziet daar nou een hond en een kat? Oh, daar hebben we een hond en een kat. Leuk staat deze kippen toch wel hoe blij die hond aan het einde is. Kijk hoe blij die is. Kijk hoe blij hij was. Waarom vijanden als je zulke vrienden hebt? Dat is een goede vraag. Hij fakte een hartaanval om te zien hoe zijn service dog zou reageren. Oh god. Ik ben een beetje bang. Volgens mij gaat die ene hond een kloos uithangen. Alles wat gebeurt, hond. Alles wat gebeurt. Ik sta er niet achter. Deze man heeft dus een nep hartaanval. Even kijken, hoe zou de hond reageren? Oké. Volgens mij was hij een beetje wanhopig hier. Dit is wel even een feels bad moment voor deze dude. Die dacht zo van, mijn hond is de beste service dog die er is. Nou, dan krijgt hij dit. Laten we hopen als hij een echte hartaanval krijgt dat het niet zal gebeuren. Laat het alsjeblieft niet gebeuren. I don't like you. Ik heb niks met je. Vind je niet leuk? Hij heeft maar één post omhoog. Kan het al goed zijn? Houd die mier nou een andere mier vast? Wat? Die laat hem vallen! Dit is onacceptabel. I know! Als ik hier een slow motion versie zou maken met een zielig nummertje eronder, breekt je hart van binnen. When I see you again. Deze mier nou redden? Of is de klootzak? Daar zullen wij nooit achter komen. Wees stil inderdaad! Stil! Er zit een tag met deze foto genaamd CatCat. En zo te zien duurt deze video 5 seconden. Korte video's zijn meestal de beste video's. Zie weer een hond en een kat. Oh nee. Ja, dit was het einde van de video. Een slag in het gezicht. Hij wil gewoon spelen. Die kat daar is een klootzak! Ronald heeft het gezegd, jongen. Niet vandaag, jongen. Niet vandaag. Er zit niet een tag bij ofzo. Dus ik heb geen flauw idee wat voor beest het zal zijn. Daar gaan we met z'n allen achter komen. Deze foto is zo te zien niet meer beschikbaar. Oh man. Een slapfight. Deze heeft zo te zien 10.000 pijltjes omhoog. Dan moet het net zoals de vorige video perfect zijn. Laten we hopen, jongens. We hebben een video van een rot of een muis. Flauw idee, jongens. Oké, wat zijn ze hier aan het doen? Wel schattig, though. Ze duwen elkaar continu weg. Klootzakalarm. Maar nu zit ze hier gewoon volop te vechten. Zijn klootzakken. Hebberige kat wil al het eten van zichzelf houden. Laat me niet boos worden, hè? Laat me niet boos worden.
verdomme. Die andere kat had ook gewoon lekker genieten van het eten. Maar dat laat deze kat niet toe. Onacceptabel. Motherfucker. Neem gewoon die hele bak maar mee. Kattenaanval. 15.000 pijltjes omhoog. En het leukste aan deze gif, ik zie daar een kat en een vrouw. Wie gaat dit gevecht winnen, jongen? Wie gaat er winnen? Ja! Die kat kijkt ook al alsof ze er geen zin in heeft. Soms moet je pijn lijden om hartstikke mooi eruit te zien op Instagram. Het is Soctopus. Ja, maar dit is terecht. Je hond daagt het zo erg uit. Goed zo, Soctopus. Vallen maar! Deze hond hier is echt een klootzak. Het is gewoon instant karma. Goed zo, Soctopus. Klootzakkalar! Mijn piano helper. Oh man, kat, laat die persoon toch lekker piano spelen. Kat, je wilt geen klootzak zijn. Nee, deze kat is optioneel een klootzak. Rode kruik, rode kruik. Ik ga je sleutel stelen. Deze post heeft zo te zien ook 23.000 likes. Waarschijnlijk zal het weer een kat zijn, hè? Oh, het is een vogel, het is Coco. Domme Coco. Hij gaat een toets stelen van een laptop. Is dit serieus? Verdomme Coco. Verdomme. Foei. Foei. Zal Coco hem ooit die toets steken? Maar deze vogel hier is officieel lid van Team Klootzak. Mijn hond is een klootzak tegen mijn kat die super graag gewoon in een doos wil zitten. Mijn dozen zijn niet gemaakt om erin te zitten. Ja. Ja, maar dit is gewoon mooi. Die kat blijft er gewoon lekker in chillen. Maar nee. Nee, het zijn altijd weer honden die het voor ze moet verprutsen, hè? De post heeft echt super veel likes. Die heet ook wel dankjewel moeder. Die heeft meer dan 42.000 pijltjes omhoog. En ik zie weer een kat. Waarom zien we altijd katten, jongen? Oh. Oh, nee. Ze probeert de deur te openen voor haar kleine dochtertje of zoontje. En die zit nu alleen buiten. Alleen. Achtergelaten in de steeg. Niemand om haar heen. Niemand die om haar geeft. Haar moeder heeft haar achtergelaten. Feels bad, kat. Maar die grote kat kan hier niks aan doen. Die kleine moest gewoon beter uitkijken. Die moest op een betere plek staan. Paard heeft plezier met een zipper, met een rit. Oh, oh, het is zo te zien bij een dame. Oh, paard, hou je in bedwang. Oeh. Oh, gaan we het zien, jongens. Moet ik censureren? Laat me niet censureren. Laat me niet censureren. Oh, oh gelukkig. We zien gewoon haar topje eronder. Gelukkig maar. Deze paard hier. Die paard daar wilde gewoon meer zien van deze dame. Ik begrijp het. Ik wil geen problemen. Deze post heeft meer dan 28.000 pijltjes omhoog. 28.000 likes. God, is dat een muis? Een muis bij een gans? Oh, nee. Oh, die man wordt aangevallen door een vogel. Klootzakalarm! Klootzakalarm! En die alarm ging terecht dan. Je valt mensen niet aan zonder hun enige reden. Maar is dat puntje daar, dat zwarte puntje daar, niet iets van een zoon of een babytje van deze vogel? Volgens mij niet. Dan is het een klootzak. Anders begreep ik het enigszins. Geen snack! Ik herhaal, geen snack! Is dat een hond met een vogeltje? Oh. Wie gaat een snackje? Oh, dat is een piem. Oh, gekke eend. Dat was geen snack. Dat is geen snack. Dat was zijn piemel. Dat kun je niet eten. Maar dit is wel de grappigste gift die ik sinds tijd heb gezien. Goed gedaan, jongens. Goed gedaan. Surprise, motherfucker. Oké. Arme kat, die schrikt zich kapot. Die beschermt gewoon zijn territorium. Boe. Oké, ik schrok. Weer een Soctopusje, hè? Altijd weer die Soctopus. Wat gaat hij doen? Dit is gewoon een klote streek, hoor. Dat is een klote streek. Die kat hier, Soctopus, is een klootzak. Acceptabel, krijg er misselijk van. Hey, jij daar. Hey, probeer jij te slapen? Dat zijn altijd die standaardvragen die je destijds had op een slaapfeestje. We zien weer twee katten, jongens. Oh! Ja, de rechterkat probeert lekker te slapen. Nee, linkerkat, nee. En die linkerkat zit zo van, ik deed helemaal niks. En die rechterkat geloopt hem ook waarschijnlijk. Die oranje kat is een klootzak, jongens. Is een klootzak. De bannen. Zien een kat, wat gaat hij doen? Oh, kat. Hij laat hem poepen. Hij probeert het wel schoon te maken. Dat verdient een applausje. Deze kat hier, dat is geen rare kat. Die ruimt tenminste zijn rotzooi op. Ik ben bedankt voor het kijken naar deze video.
video. Hopelijk vonden jullie dit een leuke video. Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer van zulke vette video's. Druk op het belletje, dan krijg je meldingen van een nieuwe video van mij. Check mijn vorige video hier, abonneer hier. En de onderste video is de leukste video die er is. Die moet je zeker weten kijken. Zeg ik, tot de volgende keer. Peace!